Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Ja, gaat het goed? Mooi, maar... Iets viel onder de doos, hoor je dat? Ik hoor... Boep. Het tikt niet. Dus, ja, laten we het hopen dat we het overleven. Maar wat zit er onder het doosje? Wat is net gevallen? En wat heeft Agemeetje opgestuurd? Laten we eens kijken. Ja, misschien hoor je dat gehoest, maar dat is een, ik heb een ziek kind. Ik heb een ziek kind boven. Die is heel zielig, die is heel ziek. Geen corona, maar wel doet ze alsof ze corona heeft met koorts en hoesten. Vind ik zielig, dus daar ga ik voor zorgen de hele dag. Ik ben namelijk een hele lieve huisvader. Naast al die andere kanten die jullie van mij kennen. Bijvoorbeeld deze nieuwe kaaklijn. Valt wel mee, maar ik ben veel aan het fietsen. Ik probeer een beetje weer in shape te komen. In 2023 heb ik een summer body. Deze zomer nog niet. Godverdamme, dat is van die ijskoffie. En wat voor ijskoffie? Ik heb al ijskoffie gehad van de Starbucks. Dat is altijd heel duur. Niet zo heel lekker. Ik heb ijskoffie gehad van de DEE. Gewoon ook niet lekker. Ik heb volgens mij van de Albert Heijn al ijskoffie gedronken. Waarvan is dit? Powered by Moreno. Jezus, de gehoest en gekuch allemaal. Powered by Moreno. Latte cappuccino, 100% Arabica. Nou, Arabica, dat is wel lekker, dat is de koffieboon. Dat is de duurdere koffieboon. Je hebt ook een goedkopere koffieboon. Daar word ik altijd instant misselijk van. Het voordeel van latte cappuccino is dat ik ook misselijk word van melk in mijn koffie. Dus als ik niet al misselijk word van die andere koffieboon, word ik al misselijk van de melk in de koffieboon. Wat ik ook interessant vind, is de tekst latte cappuccino. Wat je dan verwacht? Dat de cappuccino niet meer melk was dan? Dat een cappuccino gemaakt is van, weet ik veel, sinaas? Nou, hebben we hier latte macchiato. Die kennen we natuurlijk ook. Ja, het is allemaal hetzelfde. En dit dan? Nou, latte espresso. Ja. Ik denk dat er uiteindelijk wezenlijk heel weinig verschil is tussen deze drie. Ik ga wel even opzoeken waar ze vandaan komen. Want ik ken dit niet. Het ziet er wel luxe uit. Het zal wel luxe zijn ook. Nou, ik heb het dus opgezocht. Het ziet er luxe uit. Het is totaal niet luxe. Het is absurd goedkoop. Ze komen bij de Aldi vandaan. Agmetje is daar geweest. Ze kosten 59 cent per stuk. Hoe kan je het ervan maken? Hoe kan je het ervan maken? IJskoffie in een bekertje en nog een plasticje erop. Ik snap wel dat ze hier een rietje bij hebben gedaan. Dat kon niet uit. Dat kon niet uit. 59 cent. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik doe wel zo. De latte espresso. Nee, ik doe de espresso later. Dan moet het meeste smaak aan zitten. De latte cappuccino. Wat staat er? Even kijken. 100% Arabica bonen van Rainforest Alliance. Gecertificeerde boerderijen. Deze dragen bij aan een beter levensonderhoud van boeren en hun gezinnen. En het behoud van biodiversiteit en bescherming van water en bossen. Het is nog niet te geloven. Voor die 59 cent doe je ook nog goed voor het... Ja, voor de boeren en het milieu. Nou, dat is ook aardig. Wat zit erin? Even kijken. Even dat dekseltje af, anders kan ik het niet lezen. 1,5% vet. Nou ja. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven. Goed. Cafeïnegehalte is heel hoog. Ingrediënten. Magere melk. 78%. Dus je zit gewoon weer een beker melk te zuipen. Arabica koffie. 17%. Suiker, cacaopoeder, nou ja, oftewel, het is weer gewoon gesuikerde melk met een klein beetje koffie. Want dit is dan latte macchiato. Dan denk je, nou, dat is heel anders. En wat is het anders? Het is 73% melk, waar de latte cappuccino dus 78% heeft. Is het niet? Ja, is het 5% minder. En hier zit dan, hier zit slagroom ingesodemieterd in de macchiato. En in de espresso kant, daar moet wel heel veel koffie in zitten als je het mij vraagt. Even koeken, 77% melk en 18% koffie. Er zit 1% meer koffie in dan die andere en dan noemen ze de espresso. Schiet mij maar lek. Ja, ik... De mensen die het kopen, die kopen een beker melk met suiker. Maar, even wat anders. Voor 59 cent vind ik wel dat je heel wat koopt. Want volgens mij is hetzelfde gebeuren als je dat koopt van de Starbucks. Met het moeilijke gedoe eromheen.
Is dat zo 2,5 eurotje? Nou, voor 60 cent zit je aan deze bende. Er zit koffie in, er zit melk in, er zit suiker in. Net als bij die andere troep. Latte cappuccino, komt die. Nou, het zou ook gewoon een slechte chocomel kunnen zijn. Want ik proef inderdaad de cacao, het suiker en de melk. Ergens in de verte toch de koffie. Dat is helemaal niet vies. Dat is helemaal niet vies. Normaal word ik gelijk misselijk. Ik vind het niet vies. Het stelt wel echt geen rol voor. De latte cappuccino, your coffee van de Aldi, is niet heel vies. Ja, en nu hoor ik wel eens, ja, maar jij bent een zuinig... Ja, filmpje zou aan het worden. Nu hoor ik wel, ja, maar jij bent een zuinige hufter. Misschien wel, misschien ben ik wel een zuinige hufter. Ik hou niet van te veel geld te geven. Dat klopt. En waarom zou je? Ja, ik ben serieus. Als het nou precies hetzelfde product is bij de Aldi voor 59 cent... of in ieder geval bij de Albert Heijn, dan kun je een Starbucks kopen voor 2,50 euro. Zou ik lekker naar de Aldi gaan? En er zijn al mensen die hebben die hun neus staat te hoog, hè, voor de Aldi. Want dat is een winkel voor paupers. Oh ja? Is dat een winkel voor paupers? Oh, nou, ik zou je vertellen, daar hebben ze gewoon hele goede producten. En ik ga af en toe gewoon naar de Aldi als ik die producten nodig heb. Weet je wat ze daar bijvoorbeeld verkopen? Gerookte forel. Ja, gerookte forel. Kost geloof ik, weet ik veel, 2 euro. Prachtige forelfiletjes gerookt. Doe ik dan op een boterhammetje met een beetje mieriswortel. Eroverheen zit de Omiant Smul, hoor. Interesseert mij helemaal geen reet of het nou bij de Aldi vandaan komt of bij wie dan ook. Goed. Latte macchiato met een beetje slagroom. Dus dat zal wat vetter zijn. Nou, dit is gewoon... Dit is melk en slagroom. En suiker. Dit is echt niet te bunkeren. Dit heeft helemaal geen ene hol nog met koffie te maken. Ik doe hem gelijk dicht. Bam! Misselijk. Ja. Slagroom, melk, suiker... Nisselijk. Nou, ik drink zelf altijd espresso. En bij espresso doe je natuurlijk nooit melk. Tenminste, dat kan je wel doen. Maar dan is het weer een cappuccino. Want in een cappuccino doe je sterke koffie en dan melk eroverheen. Dan heb je natuurlijk ook nog gewoon café latte. Oftewel koffie verkeerd. En daar kan je ook gewoon een espressootje zetten en dan miet je daar gewoon gekookte melk op die niet klopt. Ja, maar goed, ik drink liever mijn koffie zo zwart als mijn ziel. Liefst een dubbele espresso, dat je gewoon als je dat op hebt, dat je denkt, ah, verdomme. Enfin, de latte espresso met 1% meer koffie dan de rest en voor de rest is het precies hetzelfde. Ja, dat is wel vreemd. De latte cappuccino. Er zit 1% minder koffie in, maar smaakt meer naar koffie. Dit is meer melkerig. Klein beetje bitter. Ik denk dat ze daarmee een beetje de koffiesmaak proberen te balanceren. Niet zo niks zeggend en kotsopwekkend als deze. Maar de latte espresso... Ja, er zit toch wel koffie in. Ja, er zit toch wel koffie in. Die komt wat later. Nou, die is ook best te doen. En met best te doen zeg ik dat het niet vies is. Maar het product aan zich slaat nergens op. He? Kijk voor de cijfertjes voor de Aldi. Hoe heet het? IJskoffie. Waar natuurlijk helemaal geen ijs in zit. Het staat gewoon in het koelvak. We worden er koud gehouden. Er zit helemaal geen ijs in. Maar goed, ja, nou, ik kan je vertellen, de latte macchiato met een beetje slagroom is niet te achelen. Er zit alleen maar melk en slagroom en suiker in. Je proeft helemaal geen koffie, kotsopwekkend smerig vet en gewoon niet lekker. Ja, dan kan ik de hele Rhine Forest Alliantie, mijn excuses aanbieden dat dit met hun koffie wordt gedaan. Deze niet te nakken tikken, die krijgt van mij een 3. De latte espresso viel een beetje tegen, omdat die... Doe dan die dan wat sterker, zou ik zeggen. En dat is hij niet. Waarom dan espresso? Die krijgt van mij een 5. Tegenvallend. En tegenvallend is niet leuk. Dus een 5, ja? En de latte cappuccino, wat nogal dubbel op is, want de cappuccino bevat altijd latte.
Heeft gewonnen. Die krijgt een mager zesje. Dus wel een voldoende. Ben ik heel erg tevreden en uitgesproken blij met deze producten? Nee, want het is namelijk gewoon vies. Nou, deze foto viel wel mee, maar het is niet lekker. Waarom dan toch een 6 en een 5 voor producten die niet lekker zijn, Jan? Omdat het voor 59 cent is. Hè? Dat vind ik nog knap, om voor dat geld toch nog iets te maken. Is toch ook wel weer zo? Zeker. Nou, bedankt voor het kijken. Nog.